Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Na al die jaren is het moment daar, jongens. Wij hebben ons eigen vuurwerk. Het is momenteel te koop bij alle vestigingen van vuurwerkbunker.nl. Mocht je een pakje halen, jongens, tag ons dan op Instagram. Wij gaan die story sowieso reposten en we volgen je terug. We gaan nu even naar de winkel. Ah, jongens, bij deze vuurwerkbunker vestiging in Pijnakker, en die zit in de intratuin, heb je dus nog knetters liggen. Moet je kijken, we gaan ze zo meteen even afsteken. Kijken wat ze doen. En zo zijn er nog bij veel meer vestigingen bij jou in de regio ook deze afgeleverd. En ze kunnen wel eens een collectors item worden, jongens. Moet je kijken, PTD knetters. We gaan nu terug naar locatie en dan gaan we het even afsteken. We zijn net in de winkel geweest en we hebben hier een kartonnetje ervan. De PTD knetters. We gaan ze ook even testen. Maar besef, hoe ziek is het dat wij gewoon ons eigen vuurwerk hebben. Na al die jaren is het gewoon zover. Dit pakje kostte trouwens €4,50 en er zitten 25 stuks in. We gaan ze gelijk even afsteken. Waren het niet dat we dat gaan doen met een aansteker die niet te koop is, nog, maar ook met de PTD Torch 2.0, of althans, een kleinere versie. De mini-versie. PTD knetta's zijn dus XXL pillycrackers. Dus we gaan nu even laten horen. Het is ook een lekker weertje hier. Hoe die zo. Knetteren. Lekker in het sfeertje komen. De eerste keer dat we eentje aansteken. Hè? Ja. Ik ben benieuwd hoe die op camera hoort ook. Kijk. Het zijn in ieder geval niet de knetterlinten die sommige mensen bij de Lidl hadden gehad. Mocht je dus een pakje halen, jongens, tag ons op Instagram. Reposten we hem sowieso. Wel lauw en met schemer een beetje. Zo. Zeker, ja, sowieso die sfeer. Het is ook lekker koud. We wachten expres tot het een beetje schemer werd. Maar dit worden echt collectors items, jongens. Lekker toch? Lekker sfeer. Veel effect komt er vanaf. Ja. Knetters. Helemaal knetters. Helemaal knetters. Ja dan. Ja, jongens, doe ook trouwens even allemaal een like omhoog, jongens. Dan mochten jullie heel veel likes omhoog doen, gaan we misschien wel met een eigen key komen binnenkort. En we hebben al gehoord dat het bij de intratuin in Pijnakker echt heel snel gaat. Veel mensen zijn gelijk naar de winkel gegaan nadat wij hem op Instagram hadden gezet. Zo. Heel vonk ook, hè? Ja, nice. Dat was bijna een heel pakje. Ik kan nagaan, je kan echt wel even doen met een heel pakje. We hebben drie andere pakjes van de knetta's. Ik zeg je eerlijk, het design van het pakje heb ik wel aan meegeholpen om het design te laten zien. Of te ontwerpen. Ik vind ze wel echt ziek. Vooral de zijkant zo, hoe je ze zo eruit ziet. Doe me heel erg denken, een beetje dat oldschool Belgische. Ja man. Gewoon dat formaat. Alleen zitten er geen vlinders in. Nee. Dat konden we helaas niet doen, jongens. We hebben nog geprobeerd om nitraten naar intratuin Pijnakker te nemen. Helaas. Maar deze zijn op zich ook wel goed. En dan geven we jullie een keer wat terug na al die jaren. Mooi effect, hè? Ja, man. Een paar bij elkaar. Weer ingedaan. Ja, jongens, dat is dus PTD knetta's. Beter knetta's kan je niet krijgen. En nog eentje. Zoals ik al zei, jongens,
Tag ons allemaal even op Instagram als jullie een pakje hebben gehaald. Ik ben heel erg benieuwd. Gisteren hebben we trouwens ook een bestelvideo online gezet. Dus wat we gaan bestellen voor oud en nieuw. Ongeveer voor 3000 euro. Check die allemaal. Sommige effecten zijn harder dan andere, man. We filmen trouwens ook met de nieuwe camera, jongens. Op dit moment staan er nog maar iets van 2 video's online. Dus laat weten wat jullie van de kwaliteit vinden. Ik vind de kwaliteit van deze video, van deze camera, echt heel erg gruwelijk. Er zit een goede lont aan, weet je? Het is goed afgewerkt. Zo, maar echt goede knetter hoor, gast. Eerlijk. Het zijn geen pruttels. Eerlijk, het zijn geen pruttels, man. Nee. Heel pakkie. Oh. Hoe deed jij dat dan? Daagse manier. Hij tikt ze eraf. Zo, lekker rook in je gezicht. Hier, zo doen we dat. Ja, er komen echt goede knetters af, man. Eerlijk is eerlijk. We hebben er ook echt hard voor gemaakt, jongens, dat deze geen pruttels zouden moeten worden. En dat is ook echt niet het geval. Sowieso bij Vuurwerkbunker heb je, naar mijn weten, de beste kat 1 wat je kan kopen. Geen pruttels. Zo. Hier, zo. Kijk uit, gek. En de restant van het kartonnetje bewaren we even. Want we weten zeker dat deze een collectors item gaat worden. Ja. Dus Hier, film even die zijkant. Kijk dan, PTD Knetta's. Neem het 4G. Hier, het badge-nummer ook gewoon PTD staat aan de zijkant. PTD 04, als het goed is, toch? Ja, man. Je ziet, we hebben nog aardig wat. Mochten jullie tegenkomen, benader ons dan, want misschien geven we jou wel een pakje weg. Misschien geven we wel een pakje aan jou. Laat even weten wat je van dit vuurwerk vindt. En misschien heb jij deze al in huis inmiddels, want sinds gisteren, en dat is zaterdag, liggen ze dus in de meeste vuurwerkbunkervestigingen. Je kan ze ook reserveren via de website vuurwerkbunker.nl. Laat het weten, vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. En morgen gewoon weer een video om 4 uur. Later.